hele goede dag, dames en heren. Super leuk dat je kijkt. Ik maak deze video omdat ik een schouderblessure heb. En de reden waarom ik hem echt maak is eigenlijk voor jou. Puur om het feit, omdat ik geen voorbeeld heb in mijn leven die me laat zien van hey, je moet zo trainen, je moet dit eten, zo voorkom je blessures. Heb ik natuurlijk zelf een blessure opgelopen. En ik hoop dat, ik heb er zelf een les uitgetrokken en ik hoop dat jullie er ook iets van kunnen leren, zodat jou het nooit zal overkomen, wat mij wel is overkomen. En ik ga je nu eerst even laten zien wat er is gebeurd. Dit is mijn derde set en hier gaat het ongeveer, bij de achtste rep gaat het fout. Ik heb hiervoor ook een warming-up gedaan. Zoals je ziet gaat het eerst gewoon lekker en daarna gaat het opeens boom. Zo, dus dat zag er wel heftig uit. Dat is ook best wel pijnlijk. Ik hoorde gewoon iets scheuren. En wat is er gebeurd? Ik ben direct naar de huisartspost gegaan. En die heeft aangegeven van, je hebt waarschijnlijk of een pees of een spier gescheurd. En dat was eigenlijk best wel pijnlijk. Naast dat het gewoon hier heel veel pijn deed, deden het hier ook heel veel pijn. Want ik vast natuurlijk ook. Ik was waarschijnlijk die dag niet zo scherp. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik die blessure heb. Ik ben nu al 4 kilo afgevallen. Ja, dat is mentaal wel eventjes kloten. Want je ziet gewoon dat je gains verliest. Je ziet gewoon dat je achteruit gaat. En wat ik nu ga doen is gewoon herstellen. Want ik mag minimaal 6 weken niet sporten. Wat ik nu eigenlijk ga doen is gewoon mezelf rust gunnen. Het gaat er eigenlijk om, wat ga ik doen als ik hersteld ben? Ik ga er dan gewoon weer keihard tegenaan. Want je weet, dit overkomt iedereen. Je weet toch, de beste sporters, beste atleten, voetballers, noem het maar op. Overkomt blessures. En het gaat erom, weet je wel, ga je er tegenaan als je bent hersteld of blijf je gewoon luieren? En mijn idee is om er zeker keihard tegenaan te gaan. Wat ik jullie eigenlijk dus wil meegeven is, als jij een blessure hebt, wees niet bang. But you gotta keep your faith. En als jij nog geen blessure hebt, dan kan je door deze 3 tips die ik ga geven ervoor zorgen dat je nooit een blessure krijgt. Voordat jij aan je training gaat beginnen, bijvoorbeeld je schouders, warm ze goed op. Stretch daarna je schouders en zorg ervoor dat je vorm en balans perfect is. Ja, zodat je, als je een beetje shaky bent en wat dan ook, ga niet te hoog, pak niet te veel. Wat ik je wel bij wil vertellen is, waarschijnlijk gaan sommige mensen zeggen, ja, je hebt gewoon te zwaar gepakt of te zwaar, dit kan je niet, vandaar dat het fout is gegaan. Kijk, normaal pak ik een shoulder press apparaat en dat is gewoon naar boven duwen en die apparaat regelt zeg maar je balans. En dat was dus bij dumbbells niet het geval. Normaliter zet ik daar gewoon 70 kilo aan schijven aan één kant en aan de andere kant, dus bij elkaar 140 kilo en ga ik gewoon maximaal pushen. Zoals je zag waren dit 26 kilo dumbbells, dus qua kracht kon ik veel meer. Alleen, ja, ik merkte gewoon, hè, mijn elleboog ging naar voren en het gewicht ging naar achter. Je zag het zelf. En dat is best wel fucked up. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Vond je het leuk? Geef me een leuke like. Delen zou ik heel erg waarderen. En ja, heb je nog verdere vragen of wat dan ook, kan je natuurlijk altijd stellen. En dikke shout-out naar jou.